kinderen vormen altijd de kern van onze toekomst. En wij verwaarlozen eigenlijk die gedachte om kinderen eigenlijk ook veel meer zeggenschap te geven in de vormgeving van die toekomst. Als wij kinderen wat meer serieus gaan nemen, dan denk ik dat we ook naar een betere wereld gaan. Op dit moment heersen de economische wetten. Maar er zouden eigenlijk pedagogische wetten moeten regeren. Heeft u het hele jaar een beetje gevolgd? Bent u overal geweest in het huis aan zee? Bij de mooie, wat is het, een mooie congres met die 700 mensen? Ik bedoel, het is wel een heel bijzonder jaar. Het is een heel bijzonder jaar, maar het bijzondere is dat er elke keer in Noordwijk weer vrijwilligers zijn die er iets fantastisch van willen maken. En eigenlijk verdienen ze allemaal het ereburgerschap van Noordwijk. En dat is wat ik vind, want zonder deze vrijwilligers is Noordwijk maar een heel saai en vervelend dorp. Marjolein van der Jacht, ik kan me voorstellen dat jij hier met enige trots staat. Ja, dat is precies het juiste woord. Want zo voelt het na 2 jaar geleden het idee, nu de totale uitvoering dit jaar. En dit toch een beetje als finale. Een finale, wat voor jaar kijk je terug? Op een enorm druk jaar, een enorm succesvol jaar. Alle activiteiten zijn uitverkocht verlopen. En dan nu nog tot en met eind februari deze tentoonstelling. Dus het is meer dan succes. We staan hier voor iets heel bijzonders wat jou nog afgelopen week ter hand is gereikt. Ja, we hebben in dit jaar allemaal toevalligheden gehad. Zodra wij bij het graf stonden met de kinderen van de musical, kwam net Fred Kelpin aan met allemaal internationale mensen. Dat viel alsmaar samen. En zo ook dit allerlaatste. We werden 2 weken geleden gebeld door de Nederlandse Montessori Vereniging. Dat uit een schenking een aantal tekeningen waren verschenen bijna uit een grote rol. En of we daarin misschien geïnteresseerd waren. Toen ben ik meteen naar Den Haag gereden, alles opgehaald. En het blijken originele tekeningen van Maria Montessori. Met zelfs de materialen zoals nu nog altijd gebruikt worden. En we hebben die vandaag dus kunnen doorgeven aan haar achterkleindochter. En die gaat nu kijken wat voor moois ze ermee gaat doen. Wat viel jou op toen je de tekeningen zag? Nou, dat het al eigenlijk toen al modern was. Dat valt eigenlijk altijd op als je de spullen van Maria Montessori ziet. Maar ook haar tekeningen. En ze kon dus ook goed tekenen, blijkt. Die vrouw kon veel. Ja. En ze gebruikt ook die kleuren, hè? Hoorde ik iedereen zeggen, oh, ze gebruikt de kleuren. Ja, de kleurkaarten die nu nog altijd gebruikt worden, de kleurspoelen. Dat zijn de kleuren die nu al op de tekening staan. Dus dat zat al helemaal in haar hoofd. En houdt het dan echt op wat jou betreft en Maria Montessori? Gescheiden jullie wegen daarna? Nee, niet helemaal. Ik zou heel graag nog echt een mooi beeld in Noordwijk willen van haar. Dat vind ik een mooie nalatenschap. En de documentaire gaat nog verschijnen. Dus er komen nog 2 dingen hopelijk achteraan. Carolina, de achterkleindochter van Maria Montessori. Wat een eer hier met je te staan. Nou, ik vind het zelf een grote eer om hier te staan. Had ik nooit in mijn stoutste dromen niet durven dromen dat ik ooit een tentoonstelling over mijn overgrootmoeder zou openen. In Noordwijk? In Noordwijk. Ja. Waarom moeten mensen naar het Noordwijks Museum? Nou, het is wel eens eerder gebeurd, 20 jaar geleden of zo, in het Onderwijsmuseum in Rotterdam. Maar het is zelden dat er zoveel over Maria Montessori bij elkaar komt. Er is het materiaal, er zijn persoonlijke bezittingen van Maria Montessori, medailles en foto's. Het is haar leven en werk bij elkaar gebracht. En dat gebeurt dus heel zelden. Het is een hele mooie tentoonstelling.